dat beter in dan ik. En meer inzoomen, denk ik. Maar nee, dus nog meer inzoomen. Nee. Luister nou. Als jij nou eens een keertje ophoudt met naar mij te luisteren, dat zou een hoop schelen, hoor, Wim. Dit geluid komt erop. Laat mij gewoon praten. Oh, dan moet ik het geluid eraf zetten. Nee, dan mag je al. Nog meer inzoomen. Jij zit alweer naar mij te luisteren. Dat fikt die camera uit. Jij luistert veel te veel naar mij. Oké. Okay. Mooi, met die vlammen die eruit komen, vind je? Weet je, dan ga ik eraf en dan ga ik inzoomen. Dat komt oh ja, joh. Zo. Vind je dat tegenwoordig een goed idee? Ja, inzoomen is mooi. Ik vind dat die vlam die er zo uitkomt, uit, dat vind ik wel mooi. Zo. Wat dit heet. Ja. Dus ietsje meer uitzoeken. Ja, maar dat even kijken hoe ver af ik kan. Komen die bladzijden er niet. Daar wordt nog een tweede versie over gemaakt, volgens mij. Jammer dat hij niet in het beekje gelegen heeft. Nou, dat vind ik echt niet. Volgens mij ik ga hem even beet pakken. Zo is die mooi, heel scherp. Ja. Porren ze een beetje, gewoon voor hem. Dit is goed. Dit is helemaal middeleeuws, zeg. Kijk eens. Nee, ik kijk niet. Ik ben bezig met die vlammen, dat is best wel hit. Er moet zuurstof bij. Kijk hoe lang het volhouden. Dit is erg anti-intellectueel. Ja, dat is echt ik helemaal elk kind. Ik ga het opsturen anti-intellectueel, die band. Die wou het toch alleen naar HD hebben. Een heel boek, weet je wel. Heel blauwe vlammen. Hij brandt een beetje alleen aan de linkerkant. Ik weet het antwoord. Moet je mij aansteken? Dan moet je van links... Nee, heb ik niet van handen. Onderen. Nou is die helemaal uit. Ik ga van boven dan. Ik kan het wel. Ik kan het toch? Kijk toch? Ik ga weer mijn oog dicht. Ah, is wel genoeg. Hey, moet je wel op mijn knieën? Hè? Altijd op mijn knieën. Ik op de knie? Oh, jij? Op de knie. Ik zit op mijn knieën, weet je. Ah, hij doet het weer. Ja. Get hem! Get hem een beetje! Wat denk ze nu? Dit sturen we op voor Branst Gert. Branst een beetje! Die heeft allemaal commentaar of boeken en dan ja. Kijk, met sommige boeken wacht dit lot gewoon, het is zo. Ik denk dat je een half boek tegelijk moet doen. Ik denk dat dit boek al gewoon helemaal goed gaat. Hoor. Ja, het is gewoon een briket eigenlijk. Het gaat helemaal in de fik. Het gaat helemaal worden. Ja, we gaan dit opsturen aan Erik. Dan heeft hij echt maar nooit een boek gehad waar hij zoveel plezier aan heeft beleefd. Eindelijk een boek wat je bijblijft. Een vurige inhoud. Hartverwarmend. Hij brandt wel blauw, hè? Dat is heel goed. Het milieu. Maar dat is allemaal ontzettend milieu dit. Ik wil eigenlijk dat hoofdstuk 4 ook een beetje gaat fikken. Wat mankeert er aan? Ja, die bladeren moeten een beetje, maar hij is nou met de rug bezig. Je moet ook kwartslag draaien. Nee, de kaft is nou aan het branden. Oh, hij is aan het branden. Maar het gaat van de kaft naar binnen, denk ik. Kun je niet een prop aan de voorkant ook gooien? Dat zou wel beter zijn, hè? Er is nog een boek. Ik ga helemaal even denken.
De weg naar de top. Laat me dan even denken als ingenieur. Ik ben ingenieur, weet je wel. Ik ben diploma, man. Kijk, ik kan zelf mijn handen hieronder halen. Ik ben een ingenieur. Ik kan wel wat. Ik kan niet niks. Ja? Kijk eens. Gaat het dan beter? Kom op. Het blijft allemaal een beetje eenzijdig branden, weet je. Nee, dat kan daar ook al. Boekverbranding is dus een eenzijdige zaak, hè? Nee. Het komt wel degelijk. Steer it up. Little darling, steer it up. Nou, gaat er wel. Zie je dan? Ja. Het gaat er helemaal goed. Ik denk dat Gert-Jan dit wel best wel oké zal vinden. Ondanks zijn. Hij rookt wel ontzettend trouwens. Maar wij roken ook. Hij brandt niet meer blauw. Ik denk dat aan die kant daar een komt beetje... Dat komt er wel. Dat komt zo dadelijk. Dat is een mooie aanblazen. Het is leuk, hè, dat wij niet weten wat voor kennis hier nu allemaal de mist in gaat. Ik weet het wel, Wim. Ik weet wel, ik kan wel cynische opmerkingen maken. Nee, zal ik dat doen? Ik weet, wat Socrates ook zei, kennis is alleen maar herinnering. Ja. Ik zou gewoon aan die kant ook een vuurbron... Ja, er moet gewoon een tweede opinie aan de rechts. Oké, dan ga ik het voor je doen. I'm gonna do it. En bij voorkeur aan de... Zo, daar een paar proppen. Nee, hey, daar kun je ze uithalen. Oh ja. Ik zou hoofdstuk 2 tot en met 4 nemen. En dan verpropperen en dan aansteken. Ja. Wat heerlijk is het, hè? Ja, het is beter als bushokjes vernielen, toch? Ja. Je hebt helemaal geen lekker kontje van. Nee, heb ik iemand zelf? Oh, ja, pa. Zelf doen. En dan... Ja, daar... Oh, hé, fout. Ja, dat is hier juist tussen. Maar ze heeft nog meer kontjes. Ik doe hem van de zijkant, ik doe hem van hier achterin. Volgens mij moet... Ja, ze werken. Ze doen het heel lang, hè, zo. Ik moet denken aan Wageningen, man. Nou, zeg. Kompie. Het is al 8, bijna 9 minuten, weet je wel. Het ding is nog niet opgefikt. In Finland en in de winter had iemand echt werkelijk geen stoel meer. Die had zijn hele meubilair. Dat gaat wel behoorlijk. Ja. En daar moet de brand in. Die ja, kant. Daar moeten we fietsen. Hè? Moet die klep openzetten? Nee, ik heb een idee. We hebben nou ook nog een beetje hout. Dat is niet zo moeilijk, zo. Kijk, daar kun je er zo bij.
Hout van lang. Oh, dat deed je goed, hè? Ik heb geoefend. En waar kom je uit Achterhoek of zo? Nee, ik heb geoefend. Oh, ik wil niet naar Achterhoek. Oh, je wil in ieder geval niet naar... Ik vind het wel fijn dat je niet naar de Achterhoek komt. Ik heb altijd ontzettend... Ik ontken niet dat ik daar kom. Mensen uit de Achterhoek, die kloppen niet. Dat is echt raar en laar. Van waar al die rook dan nu? Het vind ik wel goed, hè? Ja. Nee, het gaat goed met het boek. Goed filmpje wordt het eigenlijk. Denk je? Ja. Nou... Ik geloof niet dat het echt bekend is dat een boek dat zo lang duurt voordat hij brandt. Echt niet? Eigenlijk moet je wel een filmpje met... eigenlijk wel een filmpje... Je moet een stuk redden uit de vlammen en een stukje voorlezen om te zien hoe zinvol het is om dat te verbranden. Dit is echt mooi. Het wordt wel warm van hier trouwens. Je merkt het wel dat het brandt. Het wordt echt warmer. Het is... Zullen we even kijken naar deze thermometer? Het energetischste dan hout in ieder geval. Hé, hey, kijk eens Wim. Moet jij dit ook filmen? Dat red ik echt 19. Niet. Kan je het zien? Nou, zeg het maar. Ik zie het wel. Hij staat op 20. Oh, zo hoog is hij nog niet geweest. 20 graden. Het lijkt gewoon de maan in vlammen, weet je wel? Want... Nou, dat gaat zo hoor. Kijk, en dan gaat deze, gaat er bovenop zo. Shoot it, Mike. Ja, ik zou hem gewoon helemaal... 360 graden. Zo van? Hij past er niet in, hè? Ja, zo dadelijk wel. Ik vind niet helemaal zo... Wacht maar. Oh, kijk zo. Ah, dit wordt bijna Arnhem Vassenveld met de onders. Ja. Volgens mij is die kachel daar helemaal niet op echt op berekend. Al die boeken. Dat is te veel informatie, Wim. Dat is te veel informatie van zo'n kachel. Nee, je hoeft alleen, dit is koolstof, je hoeft alleen maar een vlammetje erbij te houden. Hij gaat weer uit. Dan ga ik zo dadelijk lekker slapen.
Hier dus. Willen wel. Dan blijf filmen. Kijk, dit lijkt tenminste. Boekvertering. Deze ook nog. De vlammenboom. Dat schrijf je toch niet op. Ja, die vraagt die erom. Dat boek vraagt er gewoon. Ja, die vraagt erom. Als die echt het bestseller was, dan hadden we er wel van gehoord, toch? Ja, dus, ja. Oh, tsch. Mee ooi. De vlammenboom. Ja, zullen we nu dit gewoon als. Ja, deze ga ik de boom bovenop doen dan? Ja? Ah, nee, dit, oh. dit moet zuurstof bij. Nee, dit redt hij niet. Wel, ja, het gaat wel. Het lukt wel, Wim. Maak je geen zorgen. Ja, maak je die geen andere zorgen. Is nog niet eens goed. Goed er wel aan ja, gaan. Nee, maar dat weet ik wel. Dat weet ik wel. Ja, lukken. Dat ding moet open. Weet je wel? Islam is dat. Overgave. Het boek moet zich overgeven aan het vuur. Gewoon helemaal overgeven. Mini. Als hij zegt tegen Erik dat hij. Overgeven aan het vuur. Overgeven. Als wij die boeken hebben naar het oud papier hebben gebracht, dan zegt hij. Ah, oh, gelukkig hoef ik het niet te doen. En langzaam zet hij hem onder. Ik heb nooit eigenlijk bij stilgestaan dat je boek. In plaats van te recyclen ook gewoon kunt en de warmte omzetten in warmte. Het 21 graden? Ja, de temperatuur stijgt. Het is zonder meer. Nou, het is net duidelijk 20. Ho! Oh. Oh. Nou, nog 1 minuut en dan is... deze is too much. Nee, wel, me. nee, laat maar gaan. Nee, want er komt te veel rook nou, man. Het is nog 40 seconden en dan is de kaart vol. Dus, man, we moeten een raam openzetten. Zie je, kasblauw. Kijk. Nogal, ja. Dan doe ik even de deur open. In het raam. Ja, en dan gaat hij vanzelf. Even kijken, we wachten het gewoon af. 10 seconden. 4, 3, 2, 1.